Met het bezoek en de toespraak van het Surinaam Staatshoofd is er vanmiddag een einde gekomen aan de synode, ofwel de bijzondere kerkvergadering van de Evangelische Broedergemeente Suriname, EBGS. De synode is de hoogste instantie en de wettige vertegenwoordiging van de EBGS en begon afgelopen maandag 22 augustus. Het hoogtepunt van de synode is de verkiezing van de preses die gedurende 3 jaar leiding geeft aan de EBG provincie Suriname. Donderdagavond werd dominee Ronaldo Galant de nieuwe preses die leiding zal geven aan Suriname, Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Frans-Guyana. Op de laatste dag vandaag haalde de voorzitter van het synodebestuur, Kitty Derby, onder andere de noden van de kerkgemeenschap aan. Ze noemde daarbij het tekort aan begraafplaatsen. De huidige begraafplaats Marius Rus zal binnenkort namelijk geen plek meer hebben voor begrafenissen. Derby wees er ook op dat de huidige ontwikkelingen de regering ertoe zullen noodzaken de kerken nog meer te betrekken bij het oplossen van sociaal-maatschappelijke vraagstukken. Kerken beschikken over vrijwilligers, gebouwen, vervullen brugfuncties en bereiken de burgers of groepen die de regering niet of minder kan bereiken. Kerken functioneren als diaconale centra, ondernemen sociale activiteiten en zijn gevestigd in wijken en buurten met verschillende culturele en religieuze achtergronden. Redenen genoeg, denk ik, om de kerken meer dan ooit te betrekken bij het oplossen van sociaal-maatschappelijke vraagstukken. President Santokki memoreerde in zijn toespraak de bijdrage van de EBGS aan de Surinaamse gemeenschap. En we praten over de opvang van jongeren en de zorg van bejaarden. En de boodschap is mij niet ontgaan dat wij als regering meer ondersteuning moeten geven aan dit werk van uw gemeente. Mijn dank daarvoor. En u zet het werk voor van de pioniers. En we zijn ook getuigen van dat u aan meer dan 60 scholen onderwijs geeft in stad, district, maar ook in het verre binnenland. U bent ook verantwoordelijk voor de opvang van vele districts en binnenlandse kinderen in de verschillende internaten. U bent ook mede verantwoordelijk voor de medische zorg via de medische zending in de verschillende districten. Bij het uitwisselen van geschenken kreeg het staatshoofd de synode courantie en een t-shirt, terwijl het synodebestuur een gesloten enveloppe kreeg. Met het maken van een groepsfoto met president Santokki werd de 19e synode officieel afgesloten.